René is inmiddels weer aangeschoven. Zijn je nou middeleeuws? Middeleeuws? Middeleeuws. Oké, goed. Nou, bedankt voor dit kleine spraaklesje. Ik wou het eigenlijk vooral over voetbal hebben met jou. Is misschien heel gek, maar we hadden tegen VVV Venlo gespeeld. Ja. Hè? En, maar daar gaan we het zo over hebben. Eerst even over dat nieuwe stadion. Komt dat er nou of niet? Dat is heel opmerkelijk. We hebben een nieuw programma, Studio Utrecht. Dat heb ik hier al eens uitgelegd. Dat doen we op StadsTV een uur voor de wedstrijd. Frans van Seumeren, eigenaar van Utrecht, was de gast. En we mochten hem aan de tand voelen over de plannen voor een nieuw stadion. Je weet, 2018 heeft Nederland zich beschikbaar gesteld om het WK voetbal te organiseren. Daar is een stadion van 44.000 plaatsen voor nodig om daar voetbalwedstrijden te mogen organiseren. Maar Van Seumeren weet ook dat de Galgenwaard niet van de club is. En dus er geen geld gegenereerd kan worden uit de exploitatie van het stadion. Sorry hoor, wacht even. Dus mooi antwoord, hè? Ja, maar als dus FC Utrecht kaartjes verkoopt, dan gaat dat geld niet naar FC Utrecht? Dat gaat naar FC Utrecht, maar dat gaat volledig op in de begroting van spelers, van de organisatie en dat soort dingen. Maar extra geld, bijvoorbeeld verhuur van kantoren, verhuur van gebouwen, want zo'n stadion is vrij groot, daar kan Utrecht niets meer verdienen. Dat heeft te maken met de grote schuldenlast en met de toenmalige helpende hand van Joop Lelieveld, die voor 25 miljoen dat stadion heeft gekocht en heeft afgebouwd. Die deal heeft hij gesloten met de gemeente. Nou weet Van Seumeren, die 16 miljoen in de club heeft gestopt, als hij wat terug wil verdienen, zou dat best eens in stenen kunnen zijn. En als hij dan kijkt naar het sportieve aspect van Utrecht, is het voor hem heel belangrijk, omdat hij niet voor de 17e plaats gaat en ook niet voor de 16e. Nee, hij wil meedoen met de top 5, top 6 van Nederland. En dan heb je vooral een groter stadion nodig, zo zei hij. Als je ziet dat Heerenveen, Groningen, wat toch onze Twente, wat toch uiteindelijk de concurrenten. Onze concurrenten worden. Hopelijk dat we dit jaar al een beetje aan kunnen sluiten. Ja, die hebben toch ook allemaal plannen voor stadions naar 40.000, 45.000 toeschouwers. Nou, wij zijn de vierde stad van Nederland. We hebben een prachtig voetbalklimaat om ons heen in de regio. En het zou toch van de gekken zijn als wij daar niet bij kunnen aanhaken. Maar René, dat is duidelijk, hè? Dat sportieve aspect. Ja. Hoe gaat hij dat doen? Want dat is natuurlijk gigantisch veel geld. Nou, dat hebben we hem gevraagd. Alleen hij is daar een beetje schimmig over. Maar het is niet zo dat de gemeente dat stadion neer gaat zetten, zoals het in het verleden wel eens gebeurd is. Dat een gemeente faciliteiten creëert voor een voetbalclub. Ik denk dat hij dat best wel eens een particulier initiatief kan laten zijn. Dan moet hij natuurlijk elders wel wat terug kunnen verdienen. Ja. Maar we weten, het huidige stadion is van Midret, van Joop Lelieveld, de bouwer. Die zou daarin kunnen participeren. De hoofdsponsor van Utrecht heeft nog niet zo lang geleden zelf als een plan geopperd om projectontwikkeling te doen met de komst van een nieuw stadion. Die zou dus ook in dat rijtje aan kunnen sluiten. En Frans van Seumeren zelf met zijn eigen holding zou best kunnen participeren. En dat zou uniek zijn voor Nederland, dat die drie mensen bijvoorbeeld, die drie bedrijven, grote bedrijven, particulier een stadion neerzetten, want dan komt ook alle winst naar hen toe. En komt het dan weer op de plek van de oude Galgenwaard? Ja, dat is een beetje. Nee, dat zeker niet. Want men heeft een bepaald terrein gevonden in de omgeving van de stad. En dat terrein zou dan precies geëikt zijn om dit stadion te laten verrijzen. U ziet het logo in beeld waar het FC Utrecht stadion dan moet komen. Dat is richting de meren, aan de rand van van de stad Utrecht. Dat is eigenlijk ook wat er in heel Nederland gebeurt. Heerenveen aan de rand van de stad. Alle grote stadions die op dit moment gebouwd worden, zijn aan de rand van steden. Ja. En ja, hij zal het niet alleen gaan gebruiken voor voetbal. Dan zal hij ook willen dat er voetbal gespeeld wordt. Maar een popconcert, Sophie van de Heen kan optreden. Kan jij nog een beetje zingen? Dat zou toch wat zijn? Nee, maar dat kan dus allemaal. Ja. En dan hebben ze het in particuliere handen en zijn ze heel vrij om te exploiteren. Ja. René, denk jij misschien niet al dat daar al een stukje land is opgekocht? Nou, dat is het gerucht. Ik ben gistermiddag even op onderzoek uit geweest in het stadion. Ik heb her en der mijn oor te luisteren gelegd. En het schijnt dat Van Seumeren al in grond exploitatie heeft gedaan. En dat zou best wel eens in die plek kunnen zijn waar hij nu zegt, daar moet een stadion komen. En dat wordt een multifunctioneel stadion. Dus popconcerten, maar er komen ook sporthallen bij. Daar komt heel veel sport, want met het oog op misschien wel Olympische Spelen ooit in Nederland, en kan hij dat het ook in de aanbieding doen. Maar FC Utrecht moet het dan wel ook beter gaan doen. Dan moeten ze niet alleen maar gelijk spelen, zoals maar afgelopen weekend. Daar moet ik Van Seumeren op nageven. Dat heeft hij al gedaan door heel veel spelers te laten komen naar Stadion Galgenwaard. Utrecht heeft verzuimd gisteren te winnen.
Want Utrecht had gewoon moeten winnen van VVV en heeft zich laten inpakken door Honda. Maar Utrecht heeft een prachtige smaakmaker in Dries Mertens. En die heeft Van Seumeren toch ook naar de Galgenwaard gehaald. Ze noemen hem de stuiterbal, want hij staat altijd op. Hoe kijkt hij terug op die wedstrijd? Ja, geeft mij maar 3 punten. Ik bedoel, het is zo jammer dat die goal op het einde nog valt. En dan kan je niks meer terugdoen. En dan is jammer. Ja, het was ook inderdaad een beetje sarcastisch bedoeld. Want dit gelijkspel sloeg eigenlijk helemaal nergens op. Nee, we hadden hier wel 3 punten moeten hebben. En als je ziet weer hoeveel kansen we hebben, hoeveel kansen dat we missen. En hoe weinig kansen hun hebben. Want zoveel tel ik er niet voor hun. En dan is het gewoon jammer dat je hier 2 punten verliest. Ja, je was wel weer heel erg goed. Dat moet voor jezelf wel een fijne voldoening zijn. Ja, tuurlijk. Het is leuk om goed te spelen. Maar ik had zo graag die 3 punten gehad. Nou, hij heeft het wel goed gedaan. Fantastisch. René, nog heel even. Volgende week speelt FC Utrecht niet. Nee, NEC was de tegenstander geweest afgelopen vrijdag. Maar vanwege de vierdaagse hebben zoveel politieagenten in Nijmegen en omstreken overuren gemaakt. Dat de burgemeester, meneer Dietrich, zei van ja, maar dat gaan we niet op een vrijdagavond ook nog eens een keer doen. Wordt later ingehaald. Ze spelen overmorgen in Villarreal in Spanje tegen het tweede team van Villarreal. En aanstaande zaterdag om 2:30 aan het Theo Thijssenplein een wedstrijd tegen Elinkwijk. Daar kan je nou eens allemaal komen kijken. Prima. En maandag zit je hier, hè? Ja. Hartstikke goed. Dank je.